Dit is het verhaal van Jan. Ik ben Jan en ik ben al wakker sinds het jaar 2000. Ik voelde toen al dat er veel niet klopte van wat er in de wereld gebeurde. In 2020 ben ik voor het eerst naar een boerenprotest geweest. Er liep toen een vrouw rond met een bordje NWO. Na het protest ben ik gaan zoeken op internet naar NWO en kwam toen van alles tegen. Ik ging Jensen volgen en bekeek bijvoorbeeld Europe the Last Battle. Ik liep zelf voor het eerst mee tijdens een vrijheidsdemo in Kuik. Daar leerde ik gelijkgestemden uit de regio kennen. Met elkaar spraken we af waar we elkaar vaker zouden ontmoeten. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens het bijwonen van een demo in Venray, Mil, etc. Onze groep werd steeds groter. In 2021 kwam ik in contact met Bayuna. Hier leerde ik hoe ik aan mijn gezondheid kon werken en hoe we anders tegen het geld verdienen aan kunnen kijken. Ik schreef me in en woonde diverse lezingen bij. Na verloop van tijd werden we zo groot dat we op zoek gingen naar een ruimte waar we met velen samen konden komen. Mijn vrouw en ik besloten onze bovenruimte beschikbaar te stellen voor gelijkgestemde bijeenkomsten. In eerste instantie voor Bayuna. Iedere keer maakten we het een stukje mooier. Ondertussen zijn we jaren verder en vinden er elke maand verschillende lezingen plaats. Komen we samen voor een workshop en sinds kort worden er ook markten georganiseerd. We kunnen ongeveer 65 mensen laten komen voor een lezing en dat aantal tikken we binnenkort aan tijdens een lezing over elektrocultuur. Mensen zeggen dat het bij ons een warm bad is en daar doen mijn vrouw en ik het voor. Iedereen is welkom en samen kunnen we onze verhalen delen hoe we tegen de wereld aankijken. Samen vormen we een beweging van mensen die hun ogen geopend hebben en gaan gezamenlijk een nieuwe wereld bouwen. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn bijdrage kan leveren.